Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki voert overleg met de Raad van Vakcentrales in Suriname. En autoriteiten zullen handhaving COVID-19 maatregelen niet verzaken. President Chandrika Persat Santokki en de Raad van Vakcentrales in Suriname, RAVAXUR, hebben op woensdag 10 februari overleg gevoerd. Op het kabinet van de president heeft het staatshoofd uitleg gegeven over het kader van economisch herstel. RAVAXUR heeft op haar beurt adviezen uitgebracht en de regering vruchtbare inzichten gegeven. De communicatiedienst Suriname sprak met RAVAXUR-woordvoerder Armand Sunder. Meneer Sunder, de RAVAXUR heeft vandaag een breedvoerig gesprek gehad met de president van de Republiek Suriname. Wat was de aard van het gesprek? Het was de invulling van een overeenkomst die we hadden bereikt de vorige keer. Dus dat de president elke maand een gesprek zou voeren met de RAVAXUR. En hij heeft dus zijn woord gehouden en... Hij heeft eigenlijk ook overigens, waarbij de vicepresident aanwezig was, aangegeven wat het kader is waarmee de regering nu bezig is. En de essentiële zaken die waren uiteraard de koers en de koersontwikkeling. In de tweede plaats gesprekken die gevoerd worden met het IMF. Het COVID-vraagstuk en de aanpak daarvan. En in de derde plaats het armoedevraagstuk of het vraagstuk van de rechtvaardige inkomensverdeling. Dat waren dus de hoofdpunten die we hebben besproken. Een van de zaken, en zeker in het herstelplan, is de hoge werkloosheid. 22% of misschien zelfs meer. En wij denken meer voor een stabiele economie dat de werkloosheid minder dan 10% moet zijn. Een ander hekelpunt naar de prijzen en met name de inflatie. Omdat de inflatie eigenlijk steeds ingrijpt in het besteedbaar inkomen van de werkers, maar ook het besteedbaar inkomen van de mensen met relatief met vaste inkomens. We hebben de president ook gewezen dus op het financieringstekort dat in het CHP staat, dus dat is het crisisherstelplan, met name in 2021. Daar moet 1,3 miljard, is er een tekort en dat moet worden gefinancierd. Gelukkig is het zo dus dat de projecties uitwijzen dat in 2022 en 2023 het tekort overslaat in een overschot. Nou, dat heeft ze aandacht over met name de financiering daarvan. We hebben dus ook gelijk een afspraak gemaakt voor maandag de 22e om dan diepgaander te gaan praten over het herstelplan, omdat RAVAXUR een tiental op- en aanmerkingen heeft gemaakt over dat plan. En die zullen we dan bespreken met de president en waarschijnlijk ook de vicepresident en nog een aantal ministers erbij. De precondities die zijn namelijk steentjes in de schoen nog van Suriname. Het schijnt dus dat 80% van de maatregelen die Suriname zal of wil nemen voor het gezond maken van de economie,
dat die 80% al agreed is met het IMF. Maar je weet het, het venijn zit meestal in de staart. En er zijn een aantal zaken waar er nog geen overeenstemming over bestaat. De situatie in Suriname op dit moment is natuurlijk zorgelijk voor de werkende klasse. Met name Ahertori voor COVID heeft veel roet in het eten gegooid. En de inkomens van de werkende mensen, die staan ook onder druk van de inflatie. Wij vinden dan ook dus dat lastenverzwarende maatregelen van het op het bedrijfsleven, dat de Brokkomangs mogen verwachten dat die doorgerekend worden. En dan gaan wij het gelag betalen. Vandaar dus dat wij steeds wijzen op het feit dus dat die inflatie en met name dus ook het feit dus dat je een parallelmarktkoers hebt die hoger ligt dan de door de centrale bank vastgestelde koers. Dat is ook een vraagstuk dat problematisch is voor die Brokkomangs. Dus we zien het licht in die tunnel, maar we hopen niet dat het een rijdende trein is. En we hopen dus dat het licht is van welvaart en welzijn in het proces van het komen uit deze crisis waarin we nu zitten. De overheid moet erop toezien dat de COVID-19-maatregelen door de burgerij worden nageleefd. De samenleving wordt gevraagd haar verantwoordelijkheid te nemen. Tegelijkertijd zullen de autoriteiten de handhaving niet verzaken. Tijdens de COVID-19-persconferentie op woensdag 10 februari wees justitieminister Kenneth Amoxie erop dat de wet uitzonderingstoestand is verlengd. De bewindsman ging ook in op het stuk van dispensatie en de op te leggen boetes. Wij als overheid moeten ervoor zorgen dat alles richtig verloopt. Dat voor de handhaving betekent dat wij moeten nazien, toezien dat de regels voor wat betreft de COVID-maatregelen worden nageleefd. Omdat we hebben gezien naar waar het toe kan leiden. We zijn nadat we de eerste golf hebben kunnen bedwingen, hebben we gezien een afglijding met hoge besmettingen, met extra uitdagingen voor de gezondheidszorg. En van hieruit wil ik dus oproepen om aan de burger om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Wij van de handhaving, wij gaan dat zeker niet verzaken. Mag aangeven dat de wet voor wat de COVID-handhaving betreft is verlengd in de Nationale Assemblée. De boetes zijn ook aangescherpt. En dat biedt al een goed kader om voor de handhaving vanuit onze organisatie, dan wil ik dan praten over de dispensaties. We hebben aangegeven dat we overstappen vanuit het hardcopy systeem naar een digitale bestandhandhaving. En die registraties, de verwerking, hebben we gehad. Niet zonder de nodige uitdagingen. We zitten al tussen de 35.000 en 40.000. Geregistreerden. We hebben extra issues gehad met de registraties van veehouders, landbouwers en kippenkwekers en hun arbeiders. Voor wat die groep betreft hebben we afspraken gemaakt met LVV en de districtscommissarissen dat voorlopig, en dat duurt volgens mij tot en met 16 februari, dat systeem nog gehandhaafd wordt van hardcopies voor deze groep. En dat justitie, het ministerie van Justitie en Politie,
ze gaat assisteren bij, om die dispensaties in te brengen in het digitaal systeem. Dan wil ik ook weer even gaan naar de handhaving van roadblocks. Die gaan door. De bruggencontroles gaan ook door. Het scherp opletten op de zogenaamde hangmannen en hangjongeren bij de supermarkets, bij de bruggen. Er gaat sowieso tegen u worden opgetreden. Het ministerie van Volksgezondheid is gestart met de voorbereidingen voor een grootscheepse voorlichtingscampagne inzake de COVID-19-vaccinatie. U hoort Volksgezondheidsminister Amar Ramadin. We zijn vorige week gestart met een call for proposal voor een grootscheepse nationale COVID-19-voorlichtingscampagne, dus voor het vaccin. De voorlichting met betrekking tot het vaccin zal dus worden gevoerd. En we hebben daarvoor een request of een call for proposal. En ik mag u zeggen dat we in het proces zijn om te kijken naar een hele professionele aanpak van die voorlichting over het COVID-vaccin. Er wordt heel veel gezegd. Er zijn heel veel berichten, voices, video's. We zullen proberen al deze zaken op een wetenschappelijke wijze te belichten, te benadrukken, maar ook de concerns en de bezorgdheden die leven bij de gemeenschap weg te werken. Ik mag u melden, dit hebben we net binnen. U hebt gezien waarschijnlijk de ontwikkeling dat het Caribisch gebied, met name Barbados, een ontvangst heeft gehad van een partij dosis COVID Shield uit India. En Barbados heeft in het kader van partnerschap in het Caribisch gebied een aantal bevriende landen bedacht om uit hun gezonde dosis, ontvangen dosis en ontvangen partij enkele landen te bedenken met een vaccin aantal. En we hebben net bericht gehad dat ook Suriname morgen een partij van 1000 doses vaccin voor het COVID-19 vaccin dus mag ontvangen. Ook aan Guyana en andere bevriende naties is er inderdaad gedoneerd. En wij zijn heel blij, omdat 1000 van COVID Shield betekent, COVID Shield is AstraZeneca, betekent dat wij daarmee 500 personen alvast kunnen beginnen te vaccineren. Uiteraard, en dat is belangrijk om te melden, wachten wij weliswaar wel op de goedkeuring van de WHO voor het gebruik van dit vaccin. Wel is er vandaag een studie of een rapport vanuit de WHO gekomen, waarbij de SAGE, dat is een panel van wetenschappelijke experts binnen de WHO, een positief advies heeft gegeven voor het gebruik van AstraZeneca voor elke leeftijdsgroep. En dat is wel een hele belangrijke doorbraak voor dit vaccin, omdat dit betekent, zoals internationaal gezien wordt, de reuzer is dat AstraZeneca bijvoorbeeld voor 65-plussers niet geschikt zou zijn. Het document is ter beschikking. We hebben het document. Geïnteresseerden mogen dit document uiteraard ook ontvangen van ons. Maar er is dus een positief advies gegeven vanuit het wetenschappelijk panel van de WHO voor AstraZeneca. En dat zal ook een van de documenten zijn die de WHO gaat gebruiken om die uiteindelijke approval of disapproval te doen. Dus dat is een target voor, denk ik, de komende week, uiterlijk 15 februari zal bekend zijn vanuit de WHO wat het advies is. Wij houden vast aan de WHO en we kijken naar het advies van de WHO. Als de WHO, en daar is er vandaag het document, het is goed om het document te delen, ik zal het laten delen via CDS, waar wij een advies hebben gezien van de experts die zeggen er is ondersteuning aan AstraZeneca, aangezien zij niet overtuigd zijn van de verschillende
scientific researches, et cetera, die zijn gepresenteerd. Er is voorlopig vooralsnog geen reden voor de WHO-experts om AstraZeneca af te keuren. Ze zeggen het ook duidelijk, vanaf 18 jaar tot unlimited age groups. Dat is de conclusie. En dat zal ook een van de documenten zijn die gekeken zal worden vanuit de WHO. Dus wij zijn uiteraard ons bewust van die ontwikkelingen. En ik mag u garanderen, als er harde indicaties zijn dat AstraZeneca niet geschikt is voor de mens, of onveilig of niet werkzaam. Ook is gezegd in het rapport trouwens dat ondanks er varianten zijn in je land, je toch mag toedienen. Maar ik mag u garanderen, heer Bisham, dat ook als het duidelijk voor ons is dat er harde indicaties zijn vanuit de WHO en andere gezaghebbende instituten, dat AstraZeneca niet veilig is, dat wij dan dat ook niet zullen gebruiken. Dat mag wel heel duidelijk gesteld worden. Het is van belang dat de samenleving goed geïnformeerd is over de werking van de COVID-19-vaccins zoals Pfizer en AstraZeneca. Hierover heeft directeur Rakesh Gaidar-Sukul van Volksgezondheid uitleg gegeven. We nemen u terug naar de uitleg van de directeur tijdens de COVID-19-persconferentie. Omtrent de werking van de AstraZeneca. Pfizer is een mRNA-vaccin. Dat wil zeggen dat mRNA kan er erfelijk materiaal gecodeerd staan. Via zo'n vaccin krijgen we dan die codes op een bepaalde machine die de eiwitten vandaar decodeert. En daardoor, wanneer de eiwitten dan in de bloedbaan komen, gaat het lichaam beschermstoffen maken. Zo ontstaat de immuniteit tegen het COVID-virus, als het ware. Door Pfizer vaccin. AstraZeneca die gebruikt inderdaad de conventionele methodes waarbij een verzwakt virus of een virus dat niet bij een bepaalde groep als ziekteverwekkend werkt wordt gebruikt. En zo'n virus wordt dan in principe gebruikt als een voertuig om erfelijk materiaal met specifiek bepaalde eiwitten te injecteren in een persoon. Dit is geen onbekend verschijnsel. We vaccineren al onze kinderen, we zijn ook gevaccineerd. Dus AstraZeneca is ook gebruikt ook zo'n techniek waarbij het materiaal. Oh, sorry. Dank u wel. Waarbij het materiaal dan in het lichaam komt. En op zo'n manier gaat het lichaam dan de eiwitten kunnen maken. Die karakteriserend is voor bepaalde eiwitten die heel karakteristiek is voor het virus, en het lichaam gaat daartegen beschermstof maken. Dus dat is AstraZeneca. En omdat het een bepaald informatie in zich heeft, en virussen die blijven elke dag een beetje veranderen, dan kan je inderdaad varianten krijgen. Zo heeft men ontdekt dat het AstraZeneca-vaccin dat in Engeland bijvoorbeeld gefabriceerd is, wat minder werkt tegen de Zuid-Afrikaanse variant. Waarom? Nou, maar minder, maar in elk geval zijn er aanwijzingen dat mensen kunnen wel ziek worden, maar ze worden niet ernstig ziek. Dus dat zijn de preliminaire onderzoeksresultaten. Omdat er soms ook nog wat restimmuniteit kan zijn. Er zijn bepaalde immuuncellen die toch nog wat bescherming kunnen leveren, waardoor er voor of tegen de Zuid-Afrikaans variant er toch nog wat immuniteit is wanneer je gevaccineerd bent met
AstraZeneca-vaccin. Dan gaan we naar de vraag van de aantallen, inderdaad. Even snel kijken. Misschien was ik een beetje haastig. Maar we hadden in onze doelgroep de gezondheidswerkers die werken bij COVID-zorg. Dat is onze eerste doelgroep. Nu hebben we ze allemaal samengetrokken, omdat we een heel kwart op kwartaalbasis gaan berekenen. En eerste kwartaal gaan we ongeveer 15.000 doses AstraZeneca-vaccin ontvangen. Zodra het goedgekeurd wordt door de WHO, dat verwachten we volgende week. En dat is gelijk aan 7.500 personen. Daarom gaan wij in het eerste kwartaal de gezondheidswerkers vaccineren. Dus niet alleen degenen die bezig zijn met COVID-zorg, maar ook andere gezondheidswerkers. De inwoners van bejaardentehuizen en dialysepatiënten. Dus dat is het eerste kwartaal. 15.000 doses komt overeen met 7.500 personen, maar het kan oplopen tot 9.000 personen. Tweede kwartaal, ook AstraZeneca van COVAX. Ongeveer 40.000 doses komt overeen met 20.000 personen. En in die groep gaan we de personen die veel blootgesteld zijn aan contacten, die gaan we vaccineren. Personen van de gewapende macht, onderwijzers en hoge functionarissen binnen de regering. De vaccinatielocaties zijn BOG, RGD-klinieken en MZ-centra's. In het derde kwartaal dan verwachten we om en bij 50.000 doses totaal, en dat komt overeen met 25.000 personen. En hier gaan we 25% van de 60-plussers vaccineren. Ons 60-plussers populatie is ietsje meer dan 90.000 personen, dus dan als je een kwart ervan rekent, dan ben je tussen de 20 en 25.000 personen. Vierde kwartaal ongeveer 30.000 personen. En dat komt overeen met 30% van de 60-plussers. En zo kom ik op een totaal van 90.000 personen in 2021 ongeveer. De overheid heeft voornamelijk vanwege de scherpe daling in het percentage positief getesten besloten de COVID-19-maatregelen te versoepelen. Zo gaf Rajesh Ohri, waarnemend directeur van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg, aan. Hij liet verder weten dat wordt nagegaan hoe de cijfers op de COVID-19-website zo accuraat mogelijk kunnen worden bijgehouden. Wanneer wij voornamelijk kijken is de positivity rate, de R en ook het incidentiecijfer. En bij allemaal hebben we een scherpe daling gezien. De positivity rate bijvoorbeeld in januari was 23. zoveel procent. Op dit moment is voor februari zijn we op 16. Zoveel procent. En we hadden gisteren bijvoorbeeld beneden de 10%. Dus we zien in bij al die parameters een afname. Dat van de actieve case zijn de patiënten die al positief zijn getest. En die nog in isolatie zijn. Waarom het niet op de website, het is niet op de website, er was altijd een probleem om het te berekenen. Omdat je moet nagaan, er zijn op verschillende locaties zijn personen, patiënten geïsoleerd. En dat elke dag optellen, aftrekken en op een gegeven moment ging dat fout. Waardoor het aantal eigenlijk niet goed werd bijgehouden. We zijn nu bezig, we gaan ook kijken op BOG-website, zijn we ook bezig om te kijken hoe we dit beter kunnen doen. Want er zijn verschillende personen die met al dat ze de hele dag bezig zijn
in het ziekenhuis met patiënten, met andere dingen, dat ze ook dit erbij accuraat moeten bijhouden. Vandaar we kijken naar hoe wij dit het beste kunnen doen. Want het heeft niet gewerkt. Zie je dat? Op de COVID-website met positieve cases, met actieve cases, is dat cijfer, is het nooit, was nooit, geen nooit kloppen. We zijn bezig ermee om een beter model te hebben. Dat doen we nu. Dat was Focus. Morgen wordt wereldwijd het Chinees Nieuwjaar herdacht. Het Chinees Nieuwjaar staat in het teken van het jaar van de os. Wij wensen al onze Chinese bradas en sisas een bezinningsvolle dag toe. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.